Hoofdstuk 4, politiek. De regering bestuurt het land. De regering. Waar bestaat de regering eigenlijk uit? De regering bestaat uit de koningin en de ministers. Terwijl als je spreekt over het kabinet, zijn dat de ministers en de staatssecretarissen. De koningin noemen we ook wel ons staatshoofd. Maar wat doet ons staatshoofd nu eigenlijk? De taken van het staatshoofd. Voeren van regelmatig overleg met de minister-president over het kabinetsbeleid. Zo overlegt dus met de minister-president van, nou, wat gebeurt er allemaal? Dit geeft haar politieke invloed. Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. Als ze op staatsbezoeken gaat. Ze is een symbool van nationale eenheid, bijvoorbeeld als er een ramp is geweest, zoals destijds de vuurwerkramp in Enschede. Ze zet een handtekening onder alle wetten. Ze leest natuurlijk de troonrede voor op Prinsjesdag. En ze benoemt ministers en formateurs en informateurs. De BVB-trix. Zo'n staatshoofd is hartstikke leuk, maar dat kost ook bakken voor mijn geld. Ja, 115 miljoen per jaar. Beatrix heeft een uurloon van ongeveer 200 euro. Maar Beatrix is ook een hele goede zakenvrouw. Tijdens staatsbezoeken sleept ze heel veel contracten binnen voor Nederland. De geschatte waarde hiervan is 86 miljard euro. Dus Nederland heeft eigenlijk helemaal niet zo'n slechte deal met Beatrix. De kabinetsformatie. Hoe komt een regering eigenlijk tot stand? Nou, de kabinetsformatie die bestaat uit 4 stappen. We beginnen met stap 1, de adviezen. De fractieleiders gaan naar de koningin en geven een advies over welke partijen zouden moeten samenwerken in de regering. Stap 2 is de informatie. Er wordt de informateur aangesteld door de koningin en die gaat kijken, nou, welke partijen kunnen samenwerken, welke meningsverschillen zijn er, enzovoort. Dan krijg je stap 3, de formatie. Er zijn partijen gevonden die samen willen werken en nu is het tijd om de juiste mensen voor de juiste functies te zoeken. Eigenlijk een soort sollicitatieronde. En als laatste wordt het kabinet benoemd door de koningin. We hebben dan een nieuwe regering. Het doel van een formatie is dat enkele partijen gaan samenwerken, dat ze het eens zijn over het beleid en bij voorkeur een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Regering en parlement. Het nieuwe kabinet vormt het dagelijks bestuur van ons land. Zij worden dan weer gecontroleerd door het parlement. Ministers zijn nooit lid van de Tweede Kamer, want anders kunnen ze over hun eigen wetten stemmen en zouden zij zichzelf moeten controleren. Het parlement bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer en hun twee belangrijkste taken zijn bespreken van en stemmen over wetsvoorstellen, en het controleren van het kabinet.